De vorige keren vertelde ik u dat ik carnaval ging vieren. Dat heb ik ook zeker gedaan. En dit jaar heb ik voor de allereerste keer in mijn leven een askruisje gehaald. En ik ben me ook iets meer gaan verdiepen in het vasten. Uit een recent onderzoek blijkt dat 12% van de gelovigen echt aan vasten doet. En dan citeer ik even, en bijna 50% zegt dat het wel tot de verbeelding spreekt. En dan niet op de traditionele manier, maar meer als moment om naar jezelf te kijken. Ik ga nu eens luisteren of en hoe de Nunenaren aan vasten doen. Het is op het moment vastenperiode. Ja. Wat betekent voor u vastenperiode? Nou, voor mij betekent eigenlijk niks. Nee. Ik doe ook niet aan carnaval. Dus. Vroeger deden we wel vasten, maar nu doen we niet meer vasten. Ben je gek? Wij doen toch gewoon allemaal wat moet. Dus, ja. Als we het vroeger deden, betekent het vasten. In de vorm van eten en drinken en niet snoepen. Doet u er zelf iets aan? Nou, snoepen, dat doe ik nooit, want dat vind ik helemaal niet lekker. Dus het is heel makkelijk. En verder doe ik er eigenlijk heel weinig aan, moet ik zeggen. Oh jeetje, dan val ik dus werkelijk echt door de mand. Ik ben van huis uit katholiek. Ja. En veel naar de kerk geweest, vroeger. Helaas niet meer. Maar ja, dat is vasten vroeger, ja. Poeh, oh erg. 40 dagen vasten, hè. Tot Pasen. Hè? En dan is de tijd voorbij, zeg maar. Ja. Maar de vaste periode is, nou, dat weet ik niet precies. Is de 6 weken na carnaval? Ja. De 6 weken na carnaval. Ja, toevallig zei de pastoor vorige week. Kijk. Ja. Doet u zelf iets aan vasten? Nee. Nee. Tenminste, wij, nee. Wat betekent voor u vaste tijd? Betekent niks. Ik heb een andere godsdienst. Ah, kijk. Ja. Weet u wel wat de vaste tijd betekent? Dat heb ik al gehoord. Ze zullen naar de kerk gaan. En noem maar die vaste of zo. Heel weinig mensen gaan naar de kerk. Hè? Eigenlijk wel naar de kerk gaan. Zo heb ik gehoord. Ja, en minder snoepen en zo allemaal. Minder snoepen? Ja. Ja, dat doe ik nooit. Nee, daarom. Nou, dan vast je al, hè? Dat doe ik nooit, hoor. Nee, kinderen ook niet. Nee, nee. Nou, prima. Ja. Nou is er recentelijk een onderzoek geweest en daarin heeft men gezegd van nou vasten is niet zozeer minder op eten, maar is nadenken over je eigen onhebbelijkheden. Wat vindt u daarvan? Nou, dat vind ik een goede gedachte, ja. De eigen onhebbelijkheden? Ja. Ja, kijk, als je die hebt, dan kan ik me voorstellen dat er aan gewerkt moet worden. Maar ik denk als je gewoon van dag tot dag goed leeft en je bepaalde normen en waarden hebt, dan denk ik dat het niet echt nodig is. Ja, ik vind op zichzelf daar met de vaste periode, zou ik dan voor het hele jaar doen. Dat is, dat geldt altijd, zou ik zeggen. Dus niet zozeer alleen maar in de periode van vasten. Ja, ik vind dat heel moeilijk, want ja, je wil dat wel proberen, maar volhouden is weer een ander verhaal, hè? Onhebbelijkheden, ja, wat moet ik daarvan zeggen? Ja, ik weet het ook niet. De reacties die ik kreeg op mijn vraag of en hoe een vaste periode speelt bij de Nunenaren, verbaasde me eerlijk gezegd niet. Want ik heb merendeel gehoord dat mensen niet aan vasten doen. Het heeft mij in ieder geval wel een stukje bezig gehouden. En dan met name dat stukje over een stukje bezinning bij jezelf. En ik zal mijn uiterste best doen om daar in ieder geval iets mee te doen.